Veel Surinamers in de diaspora zouden hun kennis en kunde moeten gebruiken om de economie in Suriname weer op te bouwen en te herstellen. Dit zei Vincent Marshall van Crowdfunding Suriname for Better Result. Gisteren heeft in de business lounge van Killit de presentatie plaatsgevonden van crowdfunding, het nieuwe investeren in Suriname. Marshall zei dat het bij de mensen in diaspora die het land moeten ontwikkelen niet moet gaan om ras of politieke kleur, maar dat het moet gaan om de opbouw van het land Suriname. Dit is crowdfunding die zegt: wij Surinamers, wij moeten het met elkaar gaan doen. Want dit is de tijd. Want als we dit nu niet aanpakken, dan hebben onze kinderen geen toekomst. Want de economie gaat slechter en slechter. Er zijn geen inkomsten. Dit land heeft geen inkomsten. Maar door middel van dat we elkaar helpen, gaan wij weer produceren. Dan gaan wij weer door middel van het wij-gevoel, gaan wij daardoor de economie op een hele snelle manier. En dat kan heel snel gaan. Hoeft geen jaren te duren. Maar wij moeten het doen. En dat is de boodschap. En daardoor roep ik ook de mensen op. Mensen, heeft u een plan? Heeft u een business? Daar is een mogelijkheid. Er is een mogelijkheid voor u om uw bedrijf te kunnen beginnen. Gaat u daarvoor naar forbetterresult.com. Daar is de mogelijkheid dat wij door middel van ons online platform u kunnen helpen door middel van een private investment. Volgens Marshall is crowdfunding een financieringsvorm waarbij geld wordt ingezameld van investeerders om ingediende projecten te financieren indien ze goed bevonden worden. De investeerders kunnen of hun geld doneren of het uitlenen en rente of aandelen ervoor terugkrijgen. Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen, maar ook particulieren een beroep doen op de crowd om in aanmerking te komen voor krediet. Crowdfunding is nu erg in trek in de wereld en wordt in vele landen geïntroduceerd. Het is een sociale financieringsvorm die reeds jaren in sommige landen wordt gehanteerd.